okay now. Watch this on the power. Gefeliciteerd. Dankjewel. Heel mooi gevecht, heel ja. Spannend. Hij blijft maar komen natuurlijk. Wat kun je zelf nog meer over vertellen? Nee, het was een leuke pot. Ik wou hem herhalen. Ik zeg dat hij zijn hoofd allemaal kan pakken. Dus ik dacht mijn eigen te pakken. Geen risico's, maar ook was aan het roepen van je bent te veel risico's aan het pakken. Dus een beetje rustiger aan en te gris gaan doen. Ja, want hij viel op het laatste moment in voor Petrosyan. Ja. Was het nog lastig om aan te passen? Nee, ik heb eigenlijk, omdat ik Petrosyan hoger inschat, respect voor William natuurlijk, maar heb ik eigenlijk zo'n beetje de laatste weken mijn trainingen op heel basis heel, heel simpel gehouden. Omdat ik dacht van ja, maar onderschat heb ik hem zeker niet gedaan. Ik weet dat het een heel goed jongen is, heel harde hoofd, wist ik al ervoor al. Maar het was een leuke pot, dus het belangrijkste publiek was heel content van de partij. Dus, ja, we waren echt elkaar gewaagd. Gisteren de persconferentie had het ook wel erg gezellig. Tuurlijk, ik heb William Diender als persoon heel graag. Dus, Ik hoorde zijn trainer voor de wedstrijd tegen Diener zeggen van ja, emoties uitschakelen. Even geen gevoelens voor je tegenstander. Dan kijk je zelf tegenaan. Gaat bij jou die knop om? Of ja, staat dat toch gewoon? Sowieso, als is mijn broertje die voor mij staat, ik haal hem neer als een verkeerde beweging. Maar het is niet van dat is speciaal. Als ik dat natuurlijk zie dat het echt gevaar is, dan misschien niet, maar voor deze gewoon knoppen. Ja, een tijdje geleden had je Chahid uitgedacht. Ja. Ja, dat is toch iets unieks. Een kampioen die iemand anders uitdaagt. Ja. Wat is de reden? De reden is heel simpel. Anderhalf jaar geleden, zelfs een beetje langer, heb ik tegen Chahid gevochten. Ik had een paar weken daarvoor in Japan gevochten, in het K1 toernooi. En wat is er gebeurd? Ik zat vol blessure. Dus training was heel slecht afgelopen. Ik kostte eigenlijk niet trainen. Vast was geblesseerd, benen waren helemaal geblesseerd. Ik had tegen Zato gevochten. En gentleman had gezegd van alsjeblieft, laat die partij niet vallen. Het is een heel belangrijke partij voor de avond. Ik heb tegen hem beloofd en ik ga zeker vechten. Ik heb gevochten met niet 100% te zijn. Dus, en hij heeft gewonnen van mij. 2,5 ronde ging het heel goed, want daarna heb ik de partij zelf bekeken. 2,5 ronde ging het heel goed, totdat ik op een zwaaiende sloten liep.
En heb ik acht tellen gekregen, nog eens acht tellen en dan ben ik uitgeteld. Ging wel staan, maar mocht niet verder. Dus, en dan dat wil ik dat wel goed maken. En ik heb het goed gemaakt in 20 seconden of zo. Ja, op een gegeven moment, dat was een gemeente snij, op een gegeven moment, dat is vrij groot. Komt er nog een rematch tussen jullie? Binnen anderhalf jaar. Hij heeft mij anderhalf jaar. Ik heb vanaf die partij, vanaf wanneer we tegen elkaar gevochten, heb ik tegen hem gezegd van ja, ik wil terug een partij. Tegen mijn manager ook, Simmeruts. Ik zeg ja, ik wil tegen Simmeruts, tegen Shade vechten. En van de overkant werd dat continu geweigerd, terecht ook. Ze weigerden, totdat ik de wereldtitel inzette. Want hij dacht, ja, Murat is geen conditiebeest, dus we kunnen die best aanpakken in 5 ronden. Maar het is in de eerste ronde gebeurd. Dus, en het mooie is, het was het was no contest. Daarna is het terug weer bekeken en er is geen enkele reden voor no contest te zijn. Ik ben als winnaar uitgekomen. Is daarna de no contest? Ik heb die mail al 2 of 3 dagen na de partij gekregen dat ik normaal moest winnen, want er was geen enkele van de bond zelf. Ja. En dan moesten nog een paar mensen bevestigen dat dat in orde was. Want iedereen zag heel duidelijk, ik begreep niet waarom dat er no contest viel, terwijl dat, 3 juryleden zeggen van dus, we hebben geen kopslot of iets. Het was gewoon een zuivere trap. En dan wat dingen gebeuren nu helemaal, het is een sport. Petrosyan was uitgevallen. Ja. Zoals je zei, dat is toch even een niveau hoger. En het laatste natuurlijk, ik heb een match gewonnen. Ben je nou stiekem niet een beetje blij dat hij uitviel? Nee, ik heb altijd dingen. Ik wil tegen al de beste gestaan. Toen ik juist in Showtime contract had getekend, heeft iemand tegen mij gezegd: ja, wat is je bedoeling in Thaibox? Heb ik gezegd: ja, ik wil tegen al de beste staan en proberen te winnen. En ik wil niemand niet uit de weg gaan. En ik wil tegen al de beste jongens hebben gevochten. Dus blij. Dus je wil hem nog een toekomstkeertje tegenkomen? Als het zo is, dan komt het. Ik zal zeker niet weigeren. Is er nog een andere naam waar je graag tegen wil staan? Klitschenko. Omdat Klitschenko, ik zie die jongen echt graag vechten. Hij is hard, hij is explosief. En die partij komt er in mei. Die komt in mei? Ja. Dat is heel mooi te horen. Petrosyan heeft ook een beetje je eigen stijl van vechten. Ja. Had jij eigenlijk al je antwoord daarop klaar? Ja, je traint sowieso een beetje anders. Je gaat met mensen trainen die rechtsvoor staan. Echt iets dingen. De seconde, 1/1000ste van de seconde, een fout kan fataal zijn in deze sport. Dus, Ja, dat is wel. Ga je volgens jou nog in Japan zien? Ik ben er nu op aan het hopen. Ik heb al Japan gezien. En eerlijk gezegd, ik vecht liever in Showtime in Amsterdam Arena. Dat is echt place to be. Als je vergelijkt. Mijn mening natuurlijk, ik weet niet wat andere vechters erover zeggen. Ik vind Showtime Arena veel leuker. Je hebt geen rare mensen die achter jou rondlopen. Je mag geen bandage van voor zitten. Allemaal van die rare dingen. Geen Thais olie gebruiken. Dus valt me allemaal tegen. Dus we zijn meer en meer een andere sport aan het ontwikkelen. En wat zie je voor de toekomst, 2010? 2010, 2012 gaat de wereld eindigen, dus ik weet niet. zou ik een lening aan? Nee. Ik weet het niet. Ik ga zien. Ik ga niet te ver bekijken, want ik wil wedstrijd naar wedstrijd kijken. Ja, goed. Bedankt voor het interview. Thank you very much. Succes in de toekomst. Super. En een hele fijne avond nog. Dank je wel, jij ook. Goed.